Ik ben 21 jaar. Ik werk hier op de boerderij met mijn vriendin en met mijn vader. Dit jaar heb ik ongeveer 20% van mijn oogst verloren door de droogte. Ik zou heel tevreden zijn moest er een product bestaan die de droogte bij mijn planten tegengaat. Grâce au projet BioBase Northwest Europe, Fiteco lance aujourd'hui deux produits, Nurseed et Nursepray, qui permettent aux plantes de mieux résister aux changements climatiques. Les changements climatiques sont de plus en plus importants et responsables de grandes pertes agricoles à travers la planète. Notre produit permet en fait aux fermiers de réduire ce risque et de garantir son rendement. Chez Fiteco, nous maîtrisons le process à l'échelle du laboratoire. Grâce à une bourse de 10 000 euros, le projet nous a permis de passer à l'échelle industrielle et de produire suffisamment de produits pour faire de nombreux tests en champ à travers le monde. Fiteco maakt deel uit van de groeiende bio-economie in Europa, waarbij producten gebaseerd zijn op hernieuwbare energiebronnen en niet langer op chemicaliën op koolstofenergie. Heel wat wetenschappers willen hun innovaties omzetten in groene ondernemingen en jobs. In Noordwest-Europa heeft BioBase NWE met steun van de EU sommige van die bio-ondernemers geholpen om ideeën uit het labo op de markt te brengen. De veelzijdige dienstverlening van BioBase NWE omvat materiaal en advies om innovaties op te schalen voor industriële productie, zakelijke ondersteuning en beurzen in de vorm van coupons om toegang te krijgen tot dat alles. Dat harde werk heeft vruchten afgeworpen. 16 KMO's hebben nieuwe productielijnen opgezet, er zijn 43 jobs gecreëerd en er zitten meer dan 200 nieuwe jobs aan te komen. Wat aantoont hoe ondersteuning in een vroeg stadium een groenere economie in gang kan zetten.